Net zoals in elk seizoen van Wie is de Mol, was er ook nu een aflevering waarin geen van de kandidaten naar huis ging. Een grote opluchting voor Splinter en Rocky, die als enige wel hun scherm te zien kregen. Wie ook informatie zagen waren de kijkers thuis. Een aantal van hen is er door één hint van overtuigd dat zij weten wie de mol is. Tekst gaat verder onder advertentie Vrouwenvleugelin. Een van de opdrachten moesten de kandidaten zichzelf bevrijden uit een gevangenis. Ze zaten stuk voor stuk opgesloten in een cel en moesten meerdere sleutels vinden om te ontsnappen. Ondertussen lag er op een aantal plekken ook nog geld. Het was Marije door wie de opdracht mislukte en er geen geld in de pot kwam, want zij was als enige niet ontsnapt. Maar oplettende kijkers hebben nog iets veel verdachters gezien over een andere kandidaat. Op Twitter schrijft iemand dat op alle geldbriefjes die te vinden waren een vrouw stond afgebeeld. En de opdracht vond plaats in de vleugel van een gevangenis. Een vrouwenvleugel dus. En wie speelde er in de serie Vrouwenvleugel? René, op alle briefjes, alle bedragen, staat een vrouw. Ik vind dat echt wel een hint dat de mol een vrouw is. Overigens waren ze vandaag in een vleugel van een gevangenis. Een vrouwenvleugel? Hekje wie? Jeroen Maas apenstaartje Maasje 70, februari 6, 2021. Er is ook nog een andere aanwijzing die regelrecht naar René leidt. Rocky en Splinter lieten namelijk weten deels op René te gaan zitten tijdens de test, en beiden kregen ze een groen scherm. Volgens een aantal twitteraars kan dat maar één ding betekenen: René is de mol. Overzicht van de verdenkingen in aflevering 6 dubbele punt Charlotte, Marije, René en Splinter Splinter, Rocky en René Rocky, René René, Marije en Charlotte Marije, Charlotte hekje wie eist de mol hekje wie hekje mol talk, wie is de mol? Kloes apenstaartje wiem liggen streepje Kloes, februari 6, 2021 Let's Block ADS.